Faka guys. I'm back. Ik heb 2 weken niet gefilmd. En ik was ook niet van plan om te filmen. Omdat ik jullie zei dat ik mezelf focus op school. En dat ik dus na mijn examens was zou beginnen met vloggen. Maar. Things change. Maar ik ben toch van gedachten veranderd. En ik dacht van, laat me jullie gewoon wijzen wat ik eigenlijk doe. Oh, wat ik hier in deze vlog wil bespreken is dat ik dus gewoon ook een normaal schoolgaand meisje ben. En ik neem school heel serieus. Ik ga altijd voor het beste en ik vind school eigenlijk gewoon leuk. Wat klinkt raar, hè? Ik vind het gewoon leuk om altijd alles te snappen en ik hou ervan om te leren. Ik ben heel leergierig en ik kan heel goed prioriteiten stellen. Dus als ik zeg van, ik ga echt 2 weken niet uit en ik ga elke dag studeren, dan doe ik dat ook echt. Je kan gewoon allemaal vrienden vragen, iedereen. Ze klagen allemaal over me, want ze gaan allemaal gewoon uit. En dan vragen ze me, kom mee. En ik zeg gewoon altijd nee. Als ik in mijn mind heb, ik ga niet, dan kan niemand dat veranderen. En dus ik ben de laatste paar 2 weken heel druk bezig geweest met school en met lezen vooral. Ik heb heel veel gelezen. Ik heb volgens mij nog nooit zoveel gelezen. Ik denk dat ik zeker 8 boeken heb gelezen in de laatste 2 weken. Maar dus niet specifiek boeken voor school, maar gewoon ook boeken voor mezelf. En ik ben heel into lezen. En die laten dat ook niet van me verwachten. Maar ik zal denken, ik heb boeken besteld. Ik heb een paar boeken besteld vorige week en volgens mij komen die volgende week. En dan zal ik jullie laten zien welke boeken ik heb besteld. En dan zal ik jullie ook een paar tips geven welke boeken ik lees en wat ik leuk vind om te lezen. Dus, wacht, ik laat jullie mijn kamer zien, oké? Okay? Want van mijn kamer kan je gewoon mijn life situation zien. Wacht, ik weet niet eens of ik jullie wil laten zien. Maar oké, dus mijn kamer ziet er dus zo uit. Dit is mijn bureau. Dit zijn allemaal koffiebekers, want ik drink minimaal 3 van deze bekers koffie op een dag. Fun fact. Oké, en dit is mijn bed. En ja, zo ziet mijn leven er dus uit at the moment. Ik ga nu naar Shea om samen met Shea te studeren. Shea en ik studeren vaker samen, omdat we hetzelfde niveau zitten en Shea moet ook slagen dit jaar. En Shea, je gaat slagen. Ik ga nu naar Shea om haar te motiveren om te slagen. En ik ga nu taxi bellen. En dan neem ik je dan mee. Oh, wacht. Ik wil jullie nog wat wijzen. Dit masker. Ik heb het al heel lang hoor. Maar ik dacht eraan, als ik vandaag misschien bij Shea blijf slapen. Ik weet niet zeker of dat gaat gebeuren. Maar als het laat wordt, ga ik denk ik wel bij Shea slapen. En dan kan ik er gewoon pranken hiermee. Ik ben nu onderweg naar Shea. En I'm in a taxi. Ik was geschrokken. Hallo? Ik ben er. Oké. Ze is niet thuis. What? I'm sorry. Ik was niet zien meer eens gemeld dat je onderweg was. Wie doet dat? Wat is dat? Mektub. Ja. Ik vlog vandaag. Zo leuk. Gewoon gaan als je vlog. Ja, zeg maar. Zo lief. Zo lief. Eerst moet je haar vastmaken. Aha. Je moet niet nadenken, gewoon beginnen. Eigenlijk toch? Om te starten is het echt moeilijk, maar als je eenmaal erin bent dan. Ja, als je eenmaal. Het begint bij jou begonnen en dan kan je niet stoppen. There's no way out. Ik voel me hier zo bekrampen. Daarom word ik vaker dronken. En ben ik een gedachte gezonken. Ik had even niet door. Je had die 500.000 en hier heb je 500.000. Het kan niet negatief zijn. Liefde is iets dat niet als bloemen in een tuin. Waarvan de knobbels bitter zijn. Bitter, omdat het veel jaloezie met zich meebrengt. Zoet, omdat het 2 mensen met zich vereenigen. Daarom zet ik liefde boven alles. Oké, guys, het is nu 8 uur.
En ik ben al wakker, omdat ik zometeen mijn wenkbrauw moet gaan doen. En oké, dus ik ga nu proberen mijn masker op te doen. Ik ga weg. Doei. Vandaag is Tiff haar verjaardag. Tiff is eigenlijk morgen jarig, maar ze viert. Maar ze viert vandaag haar verjaardag. Het is 12 mei en ze heeft een high tea feestje. Zo gezellig. Dus daar ga ik straks heen. Tiff. Bij deze wil ik je even zeggen hoeveel ik van je hou en dat ik gewoon leren skip om naar je verjaardag te komen en ik heb maandag SO, maar oké. Ik wil voordat ik naar Tiff ga, omdat ik weet dat ik na deze video en na vandaag weer even offline ga zijn. Dus ik dacht, als ik het niet nu doe, ga ik het niet meer doen. Ik wil zeggen dat mijn boeken zijn gekomen. En ik heb dit boek voor Tiff besteld. Het is... Yesterday I was the moon. Tiff en ik hebben dit echt in common. Dat we echt beide zo obsessed zijn met de maan. We hebben zelfs matching tattoos. En ik heb iets voor haar gemaakt. En dat zien jullie zo meteen ook. Flashback. Oké, dus dit is het gewoon getekend met potlood. En dit zijn dus onze maantjes. Tiff en ik hebben matching tattoos. Dit zijn onze handjes. En dit is de distance tussen ons. Ik heb persoonlijk veel meer waarde aan dingen waar echt veel moeite in zit. En waar mensen echt aan gedacht hebben en zo. Dus ik ben altijd heel creatief met cadeautjes geven. Ik weet hoe het voelt om dingen te krijgen waar je denkt van ze heeft hier echt over nagedacht. En dus ik probeer altijd wel wat te maken voor mijn vriendinnen. Zal ik over mijn boeken vertellen? Als jullie niet geïnteresseerd zijn, skip dit stukje. Ik heb dit boek. The Mastery of Love. En ik hoor dat hij echt een hele goede schrijver is. Dus ik zal denk ik wel meer van zijn boeken bestellen. The Mastery of Love is a practical guide to the art of relationship. En het is een wisdom book, staat er. Tweede. The 7 Spiritual Laws of Success. And last but not least, The Power of Now. Dus dit zijn de boeken die ik heb besteld. Dus die van Tiff en deze 3. En ik ben echt heel benieuwd. Ik zal nog even nog een boek laten zien. Nog een aanrader. Ik weet niet of jullie deze kennen, maar deze is heel bekend. Dit is The Secret. Dit gaat over de Law of Attraction. Ik geloof daar heel sterk in. Ik geloof in Nederlands de wet van aantrekkingskracht, als ik het goed heb. De wet van aantrekkingskracht. Dat dus te maken heeft met vragen, dromen en ontvangen. Dat je gewoon... in staat ben alles te je bent gewoon in staat al je dromen te bereiken en als je iets echt graag wilt dat die universele wet je daarmee helpt. En deze, volgens mij dachten jullie gewoon dat ik de lucky one aan jullie zou laten zien of Nicholas Sparks of zo. Nee, maar door deze boeken te lezen krijg je een heel ander beeld over het leven op een of andere manier. En ja, het is gewoon, dit soort boeken interesseren mij dus echt. Dus ik hoop dat ik jullie goede informatie doorgegeven heb over de boeken die ik lees. Oké, Tiff en ik zijn al... We gaan way back. Jullie hebben geen idee. Ik was
Ik was 12, denk ik. 11. Wat heel raar is, Tiff en ik verschillen eigenlijk best veel. Niet zoveel. Tiff is 23, ik ben 18. Van heel jongs af bemoeide ik met Tiff. Ik was 12. Weet je, dus iedereen was van, het is een 12-jarig kind met iemand zoveel ouder dan haar. Maar dus Tiff en ik hadden altijd echt een understanding. We klikten altijd en het was, weet je, we konden gewoon altijd gewoon gek doen. Ik was jong, zij was wat ouder, maar altijd wel, ik kon altijd wel verder denken. Ik ben altijd best volwassen geweest voor mijn leeftijd. Ik weet dat jullie in mijn vlogs denken dat ik echt een wild kind ben. Ben ik ook, maar ik heb twee sides. En we hebben gewoon heel veel in common. En Tiff, ik leer heel veel van Tiffany. En ja, ze is altijd wel gewoon als een zus geweest voor me. Als ik iets verkeerd deed of als ik iets deed dat ze vond van, nou, dat kan echt niet. Dan weet ze me daar ook echt op. En ja, ik heb gewoon echt heel veel van Tiff geleerd. En ik ben Tiff gewoon heel erg dankbaar in het leven. En misschien, zal ik een paar throwback video's van mij en Tiff laten zien? Hey Insta mensen! Tiffany gaat weg! Dat was toen Tiff verhuisde naar Nederland, dat was 17e volgens mij. Fun fact, ik was een fan van Tiff toen. Mensen, ik ben nu in een taxi en ik ga nu naar Tiff. Ik heb mijn make-up box bij me, wat ik er moet opmaken. Ik heb mijn tas bij me met mijn cadeautje. Oefenen jullie mijn inpak skills? Mijn telefoon gaat uitvallen. En ik heb mijn charger bij me, maar ik heb geen portable bij me. Maar ik zie dat die taximan dat heeft. Maar ik weet niet of ik hem kan vragen of ik mijn telefoon mag chargen. Zal ik hem gewoon vragen? Meneer, mag ik chargen daar met mezelf? Ja, met zelf, ja. Werk mezelf even. Werk mezelf. God bless you. God bless you. Heeft u charge yourself? Want ik heb wel een kabel. Oh, maar u bent echt geweldig. Tiff is echt mooi. Ze vindt dat alles verkeerd gaat. Maar ik vind gewoon dat alles goed gaat. Dat is goed. Ze vindt de ballonnen zijn gepast en zo. Dus dat is breed mooi. Maar oké, ik zal jullie gewoon laten zien hoe het eruit ziet. Dus dit is binnen. Weeps. Hoe? Mensen, dit is mijn lievelingssnoep. Dit is ook echt cute. Dat is ook echt cute. Alles is zo cute. Ik ga even Tiff een cadeautje geven. Tiff! Oh, hier hebben we Yasha. Hi. Oké, Tiff. Eerst deze. Dankjewel. Hier zit heel veel werk in, oké? Oh. Maar het is andersom, andersom. Zo schattig. Hoe is hij dit, Lumon? Ja, maar get you dit. Dat jij naar Holland gaat en ik in een tolly ben. Ja. Thank you. Oh, mijn make-up. Yesterday I was worn. So mooi. Love is buying me books. So mooi. Oké, ik heb dit aan. Yes, queen! Draai, 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 draai. Iedereen ze zo ophype, maar eigenlijk vind ik ze niet eens lekker. Guys, iedereen die mij kent weet dat dit mijn lievelingssnoepjes zijn. Deze. Guys, they have their gender reveal party.
It's a girl! It's a girl! Yay! Yay! It's a girl! It's a girl! It's a goal. Oh, my floor. Is it a meisje of a jongen? Hoezo? Dit is Tiff, de gender reveal party. Wat een jongen of een meisje? Jongen of een meisje? Een meisje. Iedereen wil een meisje. Tiff, iedereen wil een meisje. Guys. Wat neem je? Een man. Een man. Een man. Mensen, even besef dit. What the hell? Zoveel taart! En een man. Om die, nee, een jongen of een meisje? Een jongen of een meisje? Dit is de gender reveal party. Oh, een meisje. Een meisje? Ja, oké, een meisje. Is het een jongen of een meisje? Nee, dat kunnen we even niet verklappen op dit moment. Amarali, kom optreden. We look forward to seeing you. Wel, dus vind ik hem echt underrated. Ja, het is waar. Thank you.
Marali ben ik ook hier voor cake. En we gaan nu taart snijden. En Tiff heeft 3 taarten. Happy birthday, happy birthday to you. Oké, dat gaat oefenen. Ik ga het oefenen. Ik ga het zitten, omdat ik mijn taart in alle rust moet eten. Ik kan geen taart eten met zoveel mensen om me heen. Dit is echt gewoon een moment voor mezelf. Snap je dit? Toen was mijn camera uitgevallen. Mensen, het was gisteren redelijk. Mijn camera is gisteren ook uitgevallen bij het feest. Daarom heb ik ook niet meer kunnen vloggen. Want het was redelijk gezellig geworden. En ik heb het niet kunnen vloggen. Maar Tiff heeft dat wel gevlogd volgens mij. Dus dat zien jullie op haar kanaal. En toen Chelsea me thuis zette, viel mijn camera dus weer uit. Maar hierbij zet ik de vlog af. Hey, back at again. Ja, back to back. Bye guys. I love you all. Tirsa, offline.